De gemeente Ede heeft een concept welstandsnota vastgesteld. Dat is gebeurd naar aanleiding van een onderzoek dat onder ruim 100 Edenaren is gehouden. Belangrijkste punt is dat bewoners vrijer zijn in het ontwerp van hun huis. Vooral als het gaat om kleine bouwwerken, schuren, garages, aanbouwen, dan is er veel meer mogelijk, is het beleid ook een stuk soepeler. Hoeft het niet meer naar de welstandscommissie bijvoorbeeld. En zijn de regels daarin een stuk soepeler geworden. Ondanks het feit dat bewoners dus meer mogelijkheden hebben met hun woning, is de wethouder niet bang dat buurten in Ede zullen verpauperen. We gaan ervan uit dat bewoners zelf ook wel weten wat mooi is. Ik bedoel, je gaat niet zomaar een aanbouw bouwen en dat dan laten verpauperen bijvoorbeeld. Of iets bouwen wat heel lelijk is. En het is vaak op achterterreinen, dus daar eigenlijk weinig mensen die erop uitkijken. Dus we denken dat het daar niet per se mee hoeft te verpauperen, juist niet. In het plan zijn wel richtlijnen voor de diverse wijken opgesteld. Hiermee probeert de gemeente huizen niet te veel van elkaar te laten verschillen. Per wijk hebben we in beeld gebracht wat de echte karakteristieke kenmerken zijn, wat mensen ook waarderen in hun wijk. En dat willen we ook in stand houden. Bijvoorbeeld in Kernhem vinden de bewoners het waarderen dat alle daken dezelfde kleur hebben, dezelfde stenen. Dat soort dingen, dat willen we ook in stand houden. En dus ook voorkomen dat iemand dan in één keer daar felgroene dakpannen op zijn dak gaat leggen. Het complete plan is op de website van de gemeente Ede te lezen.